Over 40 dagen start het nieuwe Formule 1 seizoen. En ik ga je vertellen hoe dat er precies uit gaat zien. Max Verstappen die heeft zijn eerste prijs van 2024 al binnen. En dat deed hij in een iets wat aparte auto. En gaat Carlos Sainz misschien zijn vader achterna voor de Audi familie rijden? En dus naar Audi overstappen in de Formule 1? Je hoort het in deze nieuwe video van Racing News 365. Mijn naam is Joris Mossendijk. En laten we maar meteen gaan beginnen met Adrian Newey. Want het aantal Eureka momenten dat Adrian Newey, de topontwerper van Red Bull Racing vandaag de dag heeft, ja, die zijn een beetje schaars, maar ze zijn er wel. In één keer het Eureka moment waarop hij een oplossing voor een groot probleem vindt. Soms komen die na een hele lange brainstorm sessie, maar soms komen ze ook vrij spontaan. Zo vertelt de topontwerper in een interview. Je eigen onderbewustzijn is daarbij ook iets heel bijzonders. Ik heb vaak gehad dat ik vastliep op iets, maar als ik het dan opgaf en bijvoorbeeld een kop koffie ging drinken, kon het zomaar zijn dat me een dag, een week of misschien wel een maand later opeens die oplossing te binnen schoot. Dat vertelt hij tegen Top Gear. Rekermomenten zijn zeldzaam, maar ze komen nog voor. En het geeft altijd veel voldoening. Het is wel zo dat je nog zo'n goed idee kan hebben, maar het vergt zorgvuldigheid en discipline om dat uiteindelijk ook in de praktijk aan te tonen. Dat is een lang proces, maar als het resulteert in iets dat het daadwerkelijk op de auto komt te zitten en de auto daadwerkelijk sneller maakt, dan geeft dat zoveel voldoening. Even los van het betrouwbaarheidsvraagstuk is vanaf dat moment de stopwatch onze enige meester. Overigens kunnen niet alle ideeën afkomen van Newey zelf. Hij heeft een groot team die misschien wel net zo belangrijk zijn als Newey zelf. En een open blik richting zijn werknemers is daarin ook noodzakelijk. Puur op ervaring kan ik vaak wel inschatten of iets kan werken of niet. Maar bij mijn functie komt ook een stukje management kijken. Ik vind het heerlijk om met een collega samen te werken. Maar ook als ik denk dat het een niet zo goed idee is, kan ik het mis hebben. Ik wil zeker niet degene zijn die iemands creativiteit beperkt. Dus ik vind het belangrijk om juist heel motiverend naar voren te treden. Tegelijkertijd moeten we ook echt zorgvuldig en efficiënt omgaan met onze middelen. Zeker in tijden van een budgetplafond. En Max Verstappen heeft samen met zijn teamgenoten de eerste prijs van het jaar gepakt, namelijk ze wonnen de iRacing 24 uur van Daytona. Max Verstappen en zijn team Redline brachten de Mercedes-AMG... in leidende positie over de streep. Verstappen die nam de nachtelijke uurtjes voor zijn rekening. De auto met startnummer 69 die begon als negende. Maar uiteindelijk, na een sterke sessie van onder andere Verstappen... maar ook de andere twee coureurs, wonnen ze de race. Het was sowieso een goede sessie voor team Redline... want de andere auto, nummertje 70, die eindigde als derde. Nou, mocht je nou een grote liefhebber zijn van simracen... daar kan je je geluk niet op, want namelijk dinsdagavond vanaf 6 uur is weer de serie Real Racers Never Quit een competitie die in corona is begonnen door Team Redline, waarbij ze eerst gaan racen met Formule 3 bolides op Silverstone en daarna Formule 4 bolides op Mugello. Dat kan je vinden waarschijnlijk ook op racenews 365nl dinsdagavond. En Carlos Sainz bracht Audi een zegen in de Dakar in het laatste jaar dat ze actief zijn in de Dakar. Carlos Sainz is dus een groot Audi-fan en hij rijdt voor het team. Maar alle ogen zijn ook gericht op Carlos Sainz junior, de Spanjaard die nu nog onder contract staat tot en met 2025 bij Ferrari. Maar gaat hij ooit een Audi coureur worden? Als het aan de vader ligt wel en zo niet, dan vraagt hij in ieder geval aan zijn zoon om het merk Audi flink te respecteren. Dat vertelt Carlos senior in een gesprek met de pers na afloop van de Dakar. Audi is altijd een zekerheidje. Ik weet namelijk hoe serieus ze elk project nemen. En ik weet ook goed wat de beroemde Duitse mentaliteit in praktijk betekent. Zowel de goede kanten als bepaalde minder goede kanten. Maar we moeten gewoon veel meer respect hebben voor de Volkswagen-groep met Audi als onderdeel daarvan. We weten allemaal dat de Formule 1 een speciale wereld is, maar ik zou zoveel respect hebben voor Audi. In mijn ogen is het een kwestie van tijd voordat ze slagen in de Formule 1. Ik heb geen glazen bol, maar op het moment dat Audi besluit in de Formule 1 te stappen, dwingen ze daar bij mij al heel veel respect mee af. En natuurlijk is het logisch dat we bij Carlos thuis praten over wat Audi klaar kan spelen. Te meer omdat ik lid ben van de Audi-familie. De vraag is wel of Carlos Sainz Jr. daadwerkelijk voor het Formule 1-team Audi gaat rijden. Daar was eerst sprake van, maar als we de laatste geruchten moeten geloven in de paddock, dan zou er een nieuw Ferrari-contract voor Carlos Sainz klaar liggen. En zou juist Nico Hulkenberg op pole position liggen voor in ieder geval één stoeltje bij Audi. Nou, zou jij Carlos Sainz graag bij Audi zien en zie je Audi slagen in de Formule 1? Laat het weten in de comments. En als je deze video kijkt, vandaag maandag 22 januari, dan heb ik heugelijk nieuws voor je. Het is namelijk nog maar 40 dagen tot de onofficiële start van het Formule 1 seizoen. Zaterdag 2 maart staat de eerste Grand Prix op de planning. De Grand Prix van Dag Begrijn. Maar een weekje daarvoor, op de woensdag, woensdag 21 februari, beginnen al de testdagen. Drie dagen, sessies tussen 8 uur ochtends en 5 uur middags Nederlandse tijd. Te volgen via Viaplay, waarbij de teams dus... Ja, drie, Keer de kans krijgen om een auto volledig te gaan testen. Gelukkig hebben ze daarvoor ook nog wat meerdere momenten. Want ze hebben natuurlijk altijd die mooie filmpjes die ze maken van auto's die rijden op circuits. Dit was voorheen. 100 kilometer waarbij de auto's mochten rijden op die filmdagen, maar dat is in ieder geval in 2024 vergroot al naar 200 kilometer. Dus je weet, we zijn ruim over de helft. Het aftellen kan nu echt beginnen. Ja, nu die testdagen op de planning staan en van bijna alle teams bekend is wanneer ze hun auto gaan revealen, ja wordt dat wachten toch wel iets aangenamer. En als we een supercomputer van online Guide moeten geloven, dan wordt Max Verstappen met 65% zekerheid de wereldkampioen van 2024 met vlak daarachter McLaren-coureur Lando Norris. En als het gaat om voorspellen en hoe het gaat met Max Verstappen of maar een andere coureur, dan is Ralf Schumacher een naam die heel vaak terugkomt. En nu heeft hij zich ook weer in een podcast uitgelaten over al dan niet wie de grote uitdaging gaat zijn van Verstappen komend Formule 1 seizoen. We weten allemaal dat het afhangt van de auto, vertelt de voormalig Formule 1-coureur in de podcast Formula voor Succes. En dat is een antwoord op de vraag of iemand Verstappen kan bedreigen in 2024. En hij gaat verder. Ik denk Mercedes als ze eindelijk terugslaan. Ze moeten het nog wel bewijzen, want je weet hoe moeilijk het is en hoe erg het op een neer ging qua prestaties in 2023. Laten we hopen dat ze erin slagen. McLaren is ook een mogelijkheid. Ik moet zeggen dat ik een grote fan van Oscar ben. Hij lijkt alleen nog wat zwakjes in raceomstandigheden. Zijn kwalificaties zijn wel geweldig. Hij maakt nooit fouten en is er altijd. Dat is geweldig. En Lando is een geweldige racer, maar in kwalificatie wil hij soms iets te veel. Ik denk dat hij wel degene is die Max kan uitdagen als de auto goed genoeg is. En tot zover je daily update Formule 1 nieuws van Racing News 365. Binnenkort zie je op onze website hoeveel de Formule 1 coureurs verdienen in 2024 als we het hebben over salarissen. Wat de lengte en gewichten zijn van alle coureurs in 2024. En waarom Tote Wolf en Christian Horner nou zulke goede teambaasen zijn. En het dus ook al jarenlang volhouden in de koningsklassen van de autosport. Wil je dat nou niet missen? Vergeet je dan niet te abonneren op dit YouTube-kanaal. En like op deze video zou ik heel tof vinden. En dan zien we elkaar. Snelweg!